parked up outside in the old school. The new me back with the old you. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. Hallo, welkom op mijn YouTube channel. Vandaag zien we hoe maken we linten van een fles. Nummer 1. Neem een kutter. Nummer 2. Doe een sneetje. En sneed. Tweede stap, je moet een sneetje maken, maar ja, we hebben de grote schaal, hè, niet? Ja, dus toch. Een keer dat dit sneetje is gedaan, steek je dit in het mechanisme dat iemand gemaakt heeft. Mevrouw Maas, dank u wel. Mevrouw Maas. Oh, wat? Dat is een beetje... een belangrijke tip, je moet een beetje... hoe zeg je dat? La patience? Patience hebben. Yeah. En voilà. Een keer dat dit gedaan is, steek je de fles zo boven en trek je even worden. En dit, mijn lieve vrienden, is het resultaat van wat wij deden. Heel mooi. Heel mooi. Nu gaan we moeten trainen, want daarna moeten we schrijven op hout. Ik weet nog niet wat. Je bent... Dus nu gaan we trainen. Met Remy van Eickhout hiernaast. Live in de studio. Live in de studio. Featuring met Remy van Eickhout. Oké, dus Emily, wat doe jij? ik ben nog niet zo goed bezig. Oké. Dit is een cirkel. Ik ga versieren. Ik ga een wazen. Ik heb ook al dat eruit gehaald. Ja. Ik ben daar aan het versieren. Fantastisch. Oh ja. Samenvatting van maandag 25 maart. Maandag, dinsdag. Dinsdag 25 maart. Dus, een zieke ruzie in klas. Inderdaad, het was echt zo... Tussen... En ik kan hun achternaam niet. Voor muziek. En praat in de rest van... Ja. En ze loopt, hè, een keer als ze wordt geconfronteerd. Ja, ze is een klein beetje bang, maar ja. Zijn die mij al heel de tijd irriteert en fake doet alsof dat hij naar sterren kijkt. En daar is Jozef. Hallo, wat is je naam? Jozef. En je achternaam? Shirambere. Ik ga kort met God. Okay. Oh, ik ga niks doen, ik ga even kijken. Deze dag was nog sava, vind ik. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar ja, nu gaat iedereen naar huis en ik ga naar Marinella. Dus 16:03, ja. Denk ik ongeveer. Nog steeds dinsdag. We zijn nu in het wei dus. En de kippenweide. Ik slaap in de bus. We zijn richting mijn huis, mijn osso. Het zijn daar kippen. Corino's en dit, dat. Ja, dus ik ben nu. We gaan naar huis. Ik heb geslapen in de bus. En ik word wakker gemaakt door een. Door een pak bier. We gaan nu gaan winkelen met mijn moeder. Voilà. We hebben goed gelachen thuis. Over een. Dat is heel grappig. Dat is heel grappig. Het is altijd heel grappig. Hallo en welkom in de tutorials van Marien. Vandaag ga ik je tonen hoe je een kip moet koken. 1. Was je handen. We zijn geen vieze mensen. 2. Zet al de gesneden stukjes in een pot. Zo. Hupsakee. Oh, en hier was ik er nog niet mee klaar. Dus, ik ga... dus jullie moeten dit... Kunnen we dat dan niet in Nederland? Hoe moet dat hier? Look. Look. Oh, knoflook, ja. Knoflook snijden. Yeah. Nu gaan mijn vingers stinken 3 dagen lang. Dat is heel irritant, dat knoflook. Met een beetje dit van dit kruid. Ik ken dat niet in het Nederlands. En van thyme. Dat is ook gezien in het Nederlands. Van thyme. Een beetje paprika. Gelukkig is het niet gevoeld. Hadden ze mijn moeder mee vermoord hebben. Dus paprika. Oké, okay, dan een beetje gember. Kijk jij dat niet? Ja.
En een beetje zachte piment trekkende. Ik heb het nog niet ingezet. En je mocht gaan, je mocht een upsakje, voilà. Ziet er al heel lekker uit. En nu moeten we mengen, maar ik weet niet meer wat ik ga doen. Misschien met dit. Oké, dus dit is het kip. Hier hebben we mijn zus, Ilaria. Ze doet thuisscholing. Ilaria, hoe gaat het? Goed. Ze praat Nederlands. Wat zijn we aan het maken? Poulet. Kip. Ouais. Là, ik doe de saus van de kruiden er nog op. Voilà. Terwijl mijn vader, zodat hij als hij terugkomt van de kerk. Want ja, mevrouw, we zijn christen. Ik heb gevraagd aan mijn zusje van, kun je hier misschien pannenkoeken maken? Dat zie je niet in, hè? Dus ik heb gevraagd aan mijn mokke, mijn moeder, kun je hier pannenkoeken maken? Ze zien niet. Mijn vader, kan ik dat niet? Dus ik ga ik doen met Noemi. En eigenlijk, Noemi, we zien jullie veel op Beeldwijk. Ga ik het doen, voilà, okay. Noemi. Dus voor pannenkoeken, wat heb jij nodig? Weet, leg ons uit. Voilà, suiker. Van blij. Dit wordt gezet. Jij in de reportage? Ik denk het niet. Ga maar weg. Vanillesuiker. Vanillesuiker. Zaad. Zaad. En heel belangrijk. Eieren van de kip. Inderdaad. We gaan... Je doet 3 eieren. Van Marinelle. Voilà. 3. Dit zijn er 2. Dat zijn er 2. C'est pour notre interview pour l'école, on doit le faire. Pas de stoel. Voilà. Hier zijn mijn marinella. Kleine pannenkoek aan het maken, mijn kleine serie hier. De eerste zijn nooit de beste. Dat is waar, altijd. Dit is het beste. Ja. Zijn jullie klaar? Hop zo, voilà. Je ziet pas bien filmé. Oké, mag ik? Ja. Film je deze keer? Ja. Want het is al de tweede keer. Ja. Oh, het is 21 uur en hoe dat is? Het is 21 uur, 21 uur, 22 uur, 15. En ja, dat was het voor vandaag. Bye! We zijn 26 april. Het is bijna 7 uur en Noemi en ik zijn ons aan het klaarmaken voor school. Ik ben heel moe. Ik heb geen zin. Oprecht, ik heb geen zin. 8 uur. Ik weet niet hoe dat kan zien. 8 uur. En we zijn op school, maar we wachten nog een klein minuutje. En dan... Het is een beetje. Nog 25 minuten. En we moeten... Vandaag gaan we blijkbaar naar een toneel. Ja, of zo. Iets van toneel. Ik hoop dat we toneel gaan kijken. Ja. En iets dat we leuk is en dat we kunnen snappen. Want we kennen Futura. Ja. Dat is altijd rare dingen dat we gaan kijken. Een poppetje dan. Dus en ik hoop dat je geen toneel gaat maken. Ik hoop het ook. Dus ja. Je gaat het nog zien in de video wat we gaan doen vandaag. Oké, tot straks. Hallo, we zijn net klaar met afval opruimen. Dit is Emily. En dit is Naomi daar. En we zijn net klaar met afval opruimen. Het was... vernieuwend. En... geïnspireerd. Hoe vond jij afval opruimen? Ik was niet denk. Beter ik dat eruit. Oké, ja, en dat was het. Zo, tot straks. Futura heeft Mario Bros gepakt hier. Ze zijn daar. Ze gaan bijna dansen.
van dag 2 van de Futura Flow Festival. Het was echt saai vandaag. Niet normaal. Het waren like 3 maar aan het doen. Bro, er was 1 blind, 1 kaal en 1 raar. Nee, maar gasten zijn echt fucking boos. Yeah. Maar ik zeg gewoon mijn mening. Moet ik fake zijn? Oké, okay, tot. Het was bitter chill. Letterlijk, dat was fucking grappig. Super cool. We hebben kennis gemaakt met 3 chille jongens. Ze waren echt cool. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En het was bitter chill. Het was een toffe dag. Oh ja, we zijn met Emily. Dus het was morgen, echt cool. Morgen gaan we frietjes eten ook. Er wordt getrakteerd. Ik deel wel, ik geef je wel een frietje of 2. Oh. Er wordt getrakteerd en we gaan moeten kajakken. Als het niet regent, doe ik mee. Als het regent. Als het regent, kom ik niet mee, want ik ga rapziep worden. En dit is het einde van de vlog waarin we alle twee gaan zijn. Hallo, we zijn... Ja. Welke dag zijn we? We zijn donderdag de... Donderdag. Donderdag de 27e. De 27e. En hoe laat is het? Oh my days. Oh my days. Opnieuw. Ja, maar ik kan niet... Opnieuw. Wat? Oké. Hallo. Het is opnieuw. Nee, ik kan... Hallo, het is woensdag 27. Donderdag. Hallo, we zijn donderdag 27 april. En het is 8:51. En we gaan deze middag gaan kajakken. We gaan nu gewoon voortdoen met dingen dat we daarnet deden. Ja, slingers maken en zo. Ik heb een vlinder. Ja, dat. En slingers maken en zo. Dus ja. Wat vind je van je haar? Het is goed, denk ik. My name is Big Snoop Dogg and I'm the king of the West Coast. If you don't know, you do now. Bow wow. When we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunna keep on busting at the fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil Kim, don't fuck around with real cheese. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace. Who wants you on that? En het kan je kunnen. In het begin was het nog chill, nog ça va, het was niet zo hek, maar het was nog leuk, want we hebben een serie gekeken met Noemi. Yeah. Maar kajak, echt, no nuts. Plus, ik wil met mijn boyfriend zijn, ik mag niet. Dus, le pompon de Garonne, als ik mag zijn. Een experiment dat ik niet opnieuw zou doen, persoonlijk. Ik vond het ça va. Het is gewoon, we hebben niet veel oprapen, omdat de andere groep al heel veel had oprapen. En dus ja, dit was het einde van de dag. Het is 15 uur. Donderdag, 15:00, 27 april 2020. Ja. Fucking saai. Uit. Het is voor de vlog van school niet uitlachen. Het is niet dat we zo YouTuber zijn. Nee. Welkom op mijn YouTube channel. Oké, ja. Tot morgen. Hallo. Het is vrijdag. Hallo. Het is vrijdag. Ik weet niet hoe laat het is. Waarschijnlijk 8:00 of zo. 8:45. En dus Marina komt straks. Maar ja, nu zijn we gewoon dingen aan het volledig maken. En dat was het. Daar is Selima. Oké, dus nu gaan we naar die plek daar van die Flow Festival Futura. Futura Week. ik denk dat het gaat regenen. Ik hoop het niet. Maar ja, tot straks. Dus we zijn
halverwege kaart. Blijkbaar komt de pers en zo en de burgemeester. In ieder geval vind je van het werk dat ze ons geven. Leuk! Je mag eerlijk zijn hoor. Die mevrouw die... Dan moet ik censuren. Dat is niet erg. Ik weet niet wat een lekker eten gaat zijn, want anders ga ik echt... Wat vind je van vandaag? Ik vind het leuk. Ik vind het goed gemaakt. Ik vind dat ze het goed georganiseerd hebben buiten. Eigenlijk, het is wel een beetje slecht weer, maar ja. Dat gaat ons niet klein krijgen. Okay. Thank you for my interview. Zodat alles stopt. Wat vind je van vandaag? Oké. Very chill. En ja, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat we... Ik hoop dat je het verandert met mijn noten van de week. Dus. Ja. En ik ga nu naar huis.